Sterre en Kim, weet je eigenlijk wat het is achter jullie? Een breisel van iemand die het heeft gemaakt. En weet je ook eigenlijk hoe dat heet? Nee. Dat heet wildbreien. Heb ik er nooit van gehoord. Maar toch blijkt wildbreien de nieuwste trend te zijn. Wildbreien is een nieuwe vorm van street art die in 2005 is ontstaan in Amerika. Door schrijfster Francine Omen is het nu ook bekend in Nederland. Het doel van wildbreien is de wereld een stuk vrolijker maken door objecten te versieren met breisels. Wildbreien, meneer. Wat vindt u ervan? Ik vind het geweldig, zal ik u vertellen. Ik vind het hartstikke leuk omdat zo'n paal, die er echt maar heel traditioneel en een beetje smoezelig uitziet, krijgt in één keer heel veel kleur en fleurt de buurt op. Ik vind het heel mooi. Ja. Isa, na een zoektocht blijkt dit breisel van je moeder te zijn. Ja. Nou, ik heb een abonnement op Hoe overleef ik tijdschrift en daar stond zeg maar het in. En dat vond zij gewoon heel leuk en ze kan al heel snel breien. Heeft je moeder nog meer lantaarnpaal versierd? Nee, dit is de eerste. Komen er nog meer, denk je? Ze gaat nu bezig met stoelen in de tuin, geloof ik. Zou je het zelf ook willen gaan doen? Ik ben er al een stukje mee bezig. Dus binnenkort komt er nog een lantaarnpaal met jouw breisels erop? Dat weet ik niet, hopelijk. Nou, ik kan niet echt goed breien, dus het is wel lastig. Maar het lijkt me wel leuk. Ik ga nu gelijk een spoedcursus wildbreien volgen. Ja, direct. Ik denk, er staan hier heel veel lantaarnpalen in de straat. En ik denk dat ik daar toch zeker wel één of twee van ga versieren. Dus vooral doorgaan met wildbreien? Vooral doorgaan met wildbreien. En iedereen moet gewoon gaan wildbreien? Als het aan mij ligt wel. Ik weet niet of ze naar me luisteren, maar als het aan mij ligt wel.